Ze hoopten dat de decembermaand snel voorbij gaat. Als ik dat hoor, dan breekt mijn hart. Politici, BN'ers, influencers, die horen we echt al genoeg. Dit is jouw moment, want West geeft jou spreektijd. Ik heb gelukkig geen eenzame mensen in mijn familie, maar ik zit zo 40 jaar met mijn restaurant in Bodegraven, waar ik veel verhalen hoor. Zoals hier laatst een vrouw aan een tafel die 7,5 jaar geleden haar man was verloren. Zij vertelde bijna elke avond alleen te eten. Ze zet dan maar de televisie aan, voor wat gezelligheid. Ze hoopte dat de decembermaand snel voorbij gaat. Als ik dat hoor, dan breekt mijn hart. Zij is natuurlijk niet de enige die zich zo voelt. Daarom bedacht ik iets, samen met mijn compagnon Wim, hertrakteren we elke woensdag 10 alleenstaanden op een 3-gangen diner bij de buren. Zo hopen wij dat de alleenstaanden zich minder eenzaam voelen. De komende 4 weken zitten wij al helemaal vol. Het loopt als een speer. Het geeft een goed gevoel mensen gezelligheid te kunnen bieden. Ik hoop dan ook dat meerdere restaurants dit initiatief gaan volgen. En dat alleenstaanden vaker kunnen genieten van het uit eten gaan. Alleenstaan betekent niet dat je alleen bent. Groeten, Ben.